Het ontwerp van het nieuwe theehuis in Grouw is gisteren gepresenteerd. Vanmorgen sprak Mark Hettekra in de laatste Leo Ochtendshow met eigenaar Timo Slump. De voorbereiding voor het nieuwe ontwerp was volgens eigenaar Timo Slump spannend. Nou, de voorbereiding was best wel spannend. Ja, je weet eigenlijk, het oude theehuis ken je. Ja. En dan moet er wat getekend worden. Dan komt er een architect uit Grouw. En die komt met de eerste schetsen. En dan zien wij een theehuis op papier. En we zeggen, ja, dat is wel aardig. Content mee. Het nieuwe theehuis wordt volgens Slump ook wel Theehuis 2.0 genoemd. Maar er zijn ook een aantal veranderingen. Ja, we zeggen Theehuis 2.0. Dus het heeft de contouren van het oude theehuis. Alleen het is twee verdiepingen, terrassen bovenop. Dat je over de Pikmeer heen kan zien. Het is allemaal wat moderner geworden. Het kan weer 50 jaar vooruit. Volgens Slump is het belangrijk dat bepaalde kenmerken van het oude theehuis terugkomen in het nieuwe theehuis. Ja, het zijn de contouren van Grouw. Als je op het Pikmeer vaart en je ziet Grouw, dan zie je het theehuis, zie je de toren. Het zijn echt de kenmerken van Grouw, dus die moest eigenlijk wel weer terugkomen, vonden wij. Komt het nieuwe theehuis op dezelfde plek? Ja, precies dezelfde plek zoals het was. Er komt een terras bij op het water, niet drijvend meer. Het wordt een steigerterras. Ja. Dus de plekken worden wat, er zijn wat meer plekken. Mark Hettekra vroeg ook aan Timo Slump wat de reacties waren van de mensen. Ja, zoveel mensen, zoveel wensen, zeggen we altijd. En dat is, de een die zegt, ik vind het niet mooi, maar over het meeste deel van de mensen wel, hoor. Ja. En, die vinden het prachtig. Kijk, en dat er weer wat komt, dat is ook, ik denk dat dat het belangrijkste is. En de omwonenden zijn ook tevreden met de plannen? Ja, gistermorgen een bewonersbijeenkomst gehad. Gistermorgen, en dat is goed bevallen. De mensen die hebben het allemaal enthousiast ontvangen. Dinsdag 8 augustus gaat de eerste paal in de grond. Rond januari 2018 is de officiële opening van het nieuwe theehuis in Grouw. Omdat een deel van de Rijksuniversiteit Groningen zich vanaf studiejaar 18-19 in het beursgebouw gaat vestigen, gaat aanstaande september de bibliotheek verhuizen. Op maandag 4 september sluit de bibliotheek in het beursgebouw en vanaf 15 september komt daarvoor een pop-up bibliotheek in de plaats. Deze gaat zich vestigen op de eerste etage in winkelcentrum Zeiland. In de 2 weken overgangsperiode is het nog wel mogelijk voor BIEB-klanten om gereserveerd materiaal op te halen en vragen te stellen. Dit kan bij een servicepunt dat hiervoor speciaal in het leven is geroepen. Koffie- en theefaciliteiten zullen ook mee verhuizen naar de pop-up bibliotheek. En tevens om men tegemoet te komen, kan men 10 boeken per pas lenen in plaats van de gebruikelijke 7 boeken. Voor de mensen die graag meer informatie willen hebben, kijk dan op de website van de Bibliotheek Leeuwarden www.sbmf.nl.